opstaan, wakker worden. Ik heb nog geen zin. Ik heb iets lekkers meegenomen. Het is feest vandaag. Je bent vandaag 2 jaar bij ons. Ja, hoe dan? Ja, het is erg druk. Nou, ik vind het altijd wel gezellig als je wat langer blijft. Als je maar niet denkt dat ik voor jou langer blijf. Nou, doe anders ook niet echt je best om snel thuis te zijn. Ben je een beetje eenzaam als je thuis bent? Ach. Nou, ik was vroeger ook wel eens eenzaam als ik thuis was. Lekker. Ik weet het niet al. Wat het is, ik geef het op. Je had ze ook niet in de vaatwasser moeten stoppen. Nee, maar ja, vieze botjes kan je niet onderzoeken. Als jullie dat opsturen naar het gerechtelijk laboratorium, lachen ze zich ziek. In de vaatwasser. Ach, we zetten er gewoon op dat kippen, ze flikkeren in het archief. Klaar. Ja, en dan de verdachte laten lopen zeker? Nee. Ik ken wel iemand die kan helpen. Ik ken een forensisch psycholoog. Ja, ga maar zitten hoor. Hoe kan ik jullie helpen? We zitten vast in het onderzoek en we hopen dat uw inzicht ons verder helpt. Hou je hand eens op. Nou, vertel. Een bordje. Ruikt een beetje naar citroen. Ze is goed, hè. Jullie psychologen voelen toch van alles aan? Ik beschik wel over enig empathisch vermogen, ja. En? Wat voelt u bij dit bordje? Dit is niet mijn gebruikelijke werkwijze. Nou, schiet nou maar op. Ik voel een zeker minderwaardigheidsgevoel. Afwijzing, ernstige prikkeling, stress, opsluiting. En? Nee, dat is het. Wat voor misdaad kan dat nou zijn? Chuck, ben jij vegetariër? Ja. Je hebt dus nooit botjes op je bord. Nee. Dan is het toch kip. Eentje onderuit de pikorde. Dat meen je niet. Ik denk dat die dominante vrouw gelijk heeft. Dominant? Jacques, ik denk dat we gaan afronden. Ja, ik denk dat. Mevrouw even naar buiten leiden. Ze is goed, hè. Mariette, je had me toch nog iets beloofd? Wat dan? Weet je nog? Ik mag naar huis bellen. Oh ja, dat is waar ook. Met Kevin. Kevin. Kevin? Ik heb ene Kevin aan de lijn. Kevin? Papa? Kevin? Papa? Hoe is het met je, jongen? Alles goed? Papa. Kevin?
Kevin? Wat een zeeverras. Kevin? Wat is er? De verbinding is verbroken. Ik heb een verdacht pakje onderschept. Hoezo verdacht? Er zit een bom in. Ja, doe dan even voorzichtig ermee. Luister jij, Chuck? Zal ik het dan maar openmaken? Ik ben daar eerlijk gezegd nog niet aan toe. Hey, en ik dan? Denkt er ook nog iemand aan mijn veiligheid? Hola! Oh, yes, heerlijk! Kijk, dan dadelijk kom je yes! Nog! Heerlijk! Lieve jongen, hier weer een berichtje van je moeder. Hoe gaat het daar? Ben je al een beetje gewend aan de hitte? Pindakaas? Drop.